Goedemorgen, Leon Smit van de Prestatieformule hier. En ik zit nu een ochtend later dan gepland. Want ik zou gisteren nog een video opnemen, maar ik zat gisteren Netflix te kijken. En ik weet niet of jullie dat kennen, maar als je eenmaal een serie aan hebt, dan gaat die alsmaar door. Gisteren zat ik een serie te kijken van een garage in Amerika, die heet Gotham Garage. Nou, wat was wel interessant uit van die serie, is dat deze garage van hele oude auto's, hele mooie auto's maakt en deze doorverkoopt en steeds met winst en dan die weer ruilt voor een andere auto die ze opknappen en uiteindelijk kunnen ze dan na zoveel ruilacties een gigantisch bedrag scoren voor de laatste auto die ze maken. Maar het belangrijkste wat ik uit het kijken naar je serie heb geleerd is dat zij erg goed waren met het creëren van een team van experts. Dus dat betekent iedereen in het team had een bepaalde rol. Ze moesten natuurlijk wel samenwerken, maar als ze bijvoorbeeld iets over motors moest worden gedaan, dan was er één persoon die daar weer specialist in was. Of als er iets moest worden gesloopt, was daar weer een van de werknemers heel erg goed in. Dus kortom, ze hadden allemaal een hele duidelijke rol. En dat is denk ik ook heel belangrijk als je in een team werkt, dat iedereen precies weet wat zijn rol is en ook wat zijn expertise is. Maar je kon ook zien dat zij absoluut ook lol hadden in dat stukje van de keten. Dus op die manier kun je een team samenstellen die veel beter presteert. En het tweede wat ik meenam uit deze serie, want het was inderdaad een interessant verhaal, daarom bleef ik ook lang doorkijken en ben ik niet meer aan toegekomen om video te maken. Maar het tweede wat interessant was, dat de eigenaar van de garage zijn kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk doorgaf. Hij zei ook, ik vind het heel belangrijk dat de nieuwe generatie ook mijn vaardigheden meeneemt en doorgeeft. Dus dat is ook heel belangrijk om te zien dat als je een team bouwt, dat je niet alleen aan de teamleden, zeg maar aan de samenwerking werkt, maar ook aan de vaardigheden van de teamleden zelf. Dus twee interessante lessen door het kijken van Netflix. Dus het levert toch ook nog wel interessante dingen op. Dus als je een team bouwt, zorg dat je de expertise op de juiste plek hebt. En zeker ook de dingen laten doen die ze erg leuk vinden. En tweede, als je kennis hebt opgedaan, is het heel belangrijk dat je die ook doorgeeft. En dat je die ook zeg maar, aan de nieuwe generatie doorgeeft, zodat zij daarop verder kunnen bouwen. Dus dat waren de twee lessen van gisteren. En ik zal vandaag nog aan het eind van de dag nog een video opnemen. Dus graag tot ziens.